daarmee is het goed om te benadrukken dat ook de minister achter haar diensten staat, in elk geval de minister van RTW. En ook op lokaal niveau, hier op de afdeling in Ikeri, dat ook een bijzonder aandachtspunt is. Zeker ook omdat we hier een heleboel verantwoordelijkheden hebben met beschermde gebieden, met de grens. En daarbij is het dus meer dan noodzakelijk dat we een goede samenwerking hebben met de verschillende diensten. Waarom zou die samenwerking tussen de jachtopzieners en de politie opgevoerd moeten worden? Waar moeten we dat zoeken precies? De jachtopzieners zijn ook buitengewoon agent van politie. En daarmee is het goed dat wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd, dat er afspraken worden gemaakt op de werkvloer en dat er informatie wordt gedeeld. Want de jachtopzieners kunnen niet overal tegelijk zijn. Evenzo de politie niet, maar de ondersteuning van de politie is toch wel belangrijk wanneer de taken worden uitgevoerd door de jachtopzieners. En in dit geval hebben we dus echt gekeken naar wat er in de afgelopen periode gebeurt. We zitten in het westen, waar er beschermde dieren zijn. De jachtopzieners treden op. Maar dat betekent ook dat je de hulp van de politie nodig hebt. We zitten nu met het gesloten seizoen van de publiek. En daar willen we ook de wereld tonen dat wanneer het gaat om de bescherming van dieren, van de beschermde diersoorten, dat Suriname ook haar bijdrage levert. Het is niet alleen dat we de mensen willen zeggen, nee, je mag niet jagen. Het is ook belangrijk om afspraken die we internationaal hebben, ook waarmaken. Ook zeggen dat wij ook optreden wanneer we hebben geratificeerd de verschillende conventies. En in een bepaalde periode is het jachtseizoen gesloten. En dat betekent dus dat we ook daar optreden. Dat proces is maar onderdeel uit van het project, het SC-PAM-project, waarbij er een aantal doelen gehaald moeten worden. En als zodanig moeten we het project een kans geven. Het project wordt internationaal ondersteund door de Global Environmental Facility. Het wordt uitgevoerd, gemonitord, beheerd, onder andere door de UNDP. En daarbij is een van de belangrijke doelen, hoe beheer je een beschermd gebied. En het zullen de lokale entiteiten zijn die dat moeten bepalen. Als men vindt een stichting is politiek gevoelig en er zijn argumenten daarvoor, dan zal de projectboard van het SC-PAM-project ook daarna moeten luisteren. Als ze zeggen we moeten een andere beheersvorm hebben, dan is dat de wens van de lokale. Wat wel zo is, is dat lokaal het Bigibang-gebied al goed wordt geëxploiteerd. En in dit kader, bij mijn bezoek in Galibi, hebben we gekeken naar de schildpadden, het schildpaddenlegseizoen. En daar hebben de lokale bewoners, onze Indiaanse broeders, hebben daar geklaagd dat er geen werkgelegenheid daar is en dat we ze slechts vragen om als seizoenarbeider daar ingezet te worden. Ik heb de vertegenwoordigers van het verschillende dorp ook uitgenodigd van Paramaribo en daar hebben we gebrainstormd over hoe kunnen we gezamenlijk het gebied daar waar de inheemsen in de oostkust wonen, hoe kunnen we ze ondersteunen. En daar is er een natuurreservaat, de Wanekring Natuurreservaat, die eigenlijk daar zit. En ik heb toen voorgesteld, we hebben wat goede ervaring in Nikeri, wat goede ervaring in het Bigipan gebied. Dus we zijn nu bezig de voorbereiding, de laatste aan te leggen de voorbereiding, om een delegatie vanuit Marowijnen, de oostkust van Marowijnen, van 6 tot 8 juni hier te hebben in het Bigipan gebied om te kijken wat doet Nikeri goed.
zonder nog te kijken hoe we gaan beheren. Maar wat is er daar? Hoe wordt het geëxploiteerd? Hoe wordt het gerund door tour operators? En dat is die best practice die ik dus intern inzet om de ervaring die we hier hebben in het Westen ook te delen met onze broeders in het Oosten. Vanuit de verantwoordelijkheid van het ministerie van RIV, waarin het onderdirectoraat bosbeheer ook prominent aanwezig is, waar binnen de jachtopzieners opereren, zijn er functies. En ik, waarschijnlijk wat ik nu ga zeggen is iets anders wat je daar net bedoelde. Binnen de structuur van het onderdirectoraat bosbeheer zijn er ook functies waarbij we een beheerder kunnen benoemen voor een natuurreservaat / NUMA. En of er nou een organisatie komt of niet, overal waar we onze gezag moeten uitoefenen, zullen we er zijn. Het project, het SEPAM-project, is er juist gemaakt om ervoor te zorgen dat de lokale gemeenschap, die organen en de mensen daar samen het moeten doen. En dat het niet wordt gedirigeerd vanuit een centraal punt buiten het gebied. Het is ook daarom dat ik het besluit heb genomen dat wanneer we vergaderingen hebben over verschillende gebieden, dat op locatie moeten zijn. Dus vandaar dat ik ook in februari hier was om die vergadering hier te hebben. In maart in Coroni was wat we spraken toen over Coroni. En we gaan waarschijnlijk in juni naar Saramaka, omdat we praten over Saramaka. Het is goed dat u weet dat het SEPAM-project dus speciaal is voor het kustgebied. En dat de bijdragen en de gevoelens van de lokale gemeenschap zeer zeker moet worden meegenomen. Anders maak je iets en het functioneert niet.